Welkom bij de 20e aflevering van Bocast met Laurens Landeweert. Zoals je ziet is er een extra intro stukje met alleen yours truly. Ik ga in dit stuk voortaan een kleine update geven van zaken omtrent de podcast en een samenvatting of inleiding van het gesprek. Ten eerste, excuses dat 2 weken geleden geen podcast online was. Dat kwam doordat de opname die ik deed in een ruimte opgenomen werd die te veel echo produceerde. En het uiteindelijke geluidskwaliteit was zo slecht dat het geen zin had om jullie daarmee lastig te vallen. Ik heb het nog geprobeerd om het aan te passen, maar het was echt niet te doen. Het was wel jammer, want ik sprak met een vriend van mij die verschillende ondernemingen gestart is om blockchain technologie en cryptocurrency toegankelijker te maken voor de leek. En zijn nieuwste project heet LiquidSwap. En het is bedoeld om het traden van verschillende crypto's makkelijker en sneller te maken. We hebben het gehad over hoe het werkt, maar ik kan je vertellen dat ik het nog steeds niet helemaal snap. Het is zeer complexe materie, maar als je iets met crypto's en bitcoin doet, kan ik je aanraden om liquidswap.com eens te checken. En dat leidt me ook meteen naar het tweede punt, want zoals je ziet zit ik in een andere ruimte dan normaal. En dat komt omdat de studio waar ik eerst opnam geen ruimte en tijd meer had om dit project te ondersteunen. Dus nu heb ik een mobiele podcast installatie, in feite een goede laptop en een microfoon, zodat ik overal op kan nemen. Dus verwacht veel afwisselende locaties de komende tijd. Ten slotte ben ik dinsdag 10 september gespreksleider bij het Filosofisch Café in Café Trianon in Nijmegen. Daar gaan we met Evert van der Zweerde praten over wat het inhoudt om Nederlander te zijn. Interessant onderwerp voor iedereen in Nederland, denk ik. En er is ook muziek en een column van Evdokia Psara. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Normaal vragen mensen dat aan mij, dus nu weet ik ook het is hoe het voelt aan deze kant van de naam te staan. Goed, ik hoop jullie daar te zien en ik kan hier vast ergens ook een link plaatsen. Dat zie je misschien vanzelf. Het gesprek dat je gaat luisteren is gevoerd met Skype. Dat zul je zo wel zien. En voor degenen die het niet zien, je zult het wel horen. De geluidskwaliteit is redelijk goed. Ik ben aan het experimenteren met geluidsveranderingen en enhancement en dat soort dingen. Zodat je gewoon betere kwaliteit hebt. En ik ga vaker experimenteren met verschillende vormen. Of ja, je hebt of een fysiek gesprek of een virtueel gesprek. Dus ik ga waarschijnlijk vaker virtuele gesprekken voeren. En ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Laat een bericht achter als je denkt dat Skype gesprekken echt niet kunnen. Of dat juist een goed idee is. En ik hoor graag ook van jullie wat jullie vinden van een intro zoals dit. Want ik kan me voorstellen dat het fijn is om zo ingeleid te worden. Maar ook dat je gewoon meteen aan de inhoud wil beginnen. En dus ja, daar ben ik benieuwd naar. En zoals altijd, hartstikke bedankt aan alle supporters. Dankzij jullie kan ik dit blijven doen. En deze interessante gesprekken gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Dan nu naar het gesprek. De gast van vandaag is Laurens Landeweert. Een filosoof die doseert aan de natuurwetenschappen. En ook nog eens op kunstfaculteiten. Zoals je kan voorstellen dat we met zo iemand met zo'n breed palet. Is dat we veel onderwerpen hebben aangetipt. Maar de kern ging toch over de aard van levende systemen en het procesgedreven karakter van de werkelijkheid. Wat dat betekent pakken we stukje bij beetje uit in het gesprek, maar in het kort komt het denk ik erop neer dat in de wetenschap we organismen vaak behandelen als machines die mechanisch werken. En dat model helpt ons om lichamelijke processen te begrijpen alsof het bewegende radartjes zijn. Heeft heel veel opgeleverd, maar het levert ook tegelijkertijd een gestold beeld van het organisme op. We missen hiermee dat levende systemen, dus organismen, groeien, een levenspad hebben en een levenspad afgaan. Hetzelfde geldt voor categorieën zoals tijd en ruimte. We knippen deze continue elementen van de werkelijkheid op in meetbare onderdelen. Is het geheel dan wat anders dan de som van haar delen? Of is het terecht om ze op te delen op deze manier? Volgens Laurens wel. En dat zal ook hiervoor argumenteren in het gesprek. En kort gezegd gaat daar ook het gesprek over. Of dat terecht is of niet. Of dat een goed model is om met de werkelijkheid om te gaan. Dus veel kijkplezier. Top.
Laurens, hartstikke bedankt dat je zo snel bij mij op een podcast kon komen. Volgens mij gisteren stuurde Pieter een mail van hey, wellicht kun je Laurens Lande weer vragen of over een paar onderwerpen. Ja. Volgens mij hebben we elkaar al een keer ontmoet omdat ik een college reeks van jou gevolgd heb. Oh, welke zou dat zijn? Volgens mij bij Human Enhancement en Biologie. Volgens mij was het een dubbel college van jou en Pieter. Ja, dat zou wel eens kunnen, ja. We hebben op een gegeven moment een... we hebben sowieso eens een keer voor Radboud Reflex een dubbel college gegeven. Het zou kunnen dat je daarbij bent geweest. En we geven ook samen de reeks Upgrading the Human. Upgrading the Human, dat was het inderdaad. Heel interessante college reeks. Zou je kort kunnen vertellen wat je doet, Laurens, en wie je bent? Ik ben dus Laurens Anderweert. Ik ben filosoof. Ik werk nou zo'n 4 dagen per week voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Niet op de filosofieafdeling, maar bij de faculteit wetenschappen, dus FNWI. Daar zit ook al heel lang een soort ingebedde groep die vanuit onder andere filosofie kijkt naar ontwikkelingen in exacte wetenschappen. Mm-hmm. Los daarvan ben ik ook nog werkzaam 1 dag per week bij de Kunstacademie in Maastricht. Bij een interdisciplinaire bachelor daar. Ja, dat lijkt misschien een beetje een wijde boog die ik overspan. Maar ze zijn wat mij betreft precies het spiegelbeeld van elkaar. Want ik ben niet een klassieke wetenschapsfilosoof. Ik kijk eigenlijk vanuit een soort van, ja, hoe zullen we het zeggen, cultuurfilosofie, kentheorie, metafysica, naar ontwikkeling in de samenleving überhaupt. Exacte wetenschappen horen daarbij. Maar ik kijk dus ook naar de manier waarop creatieve interventies daarin positief kunnen uitpakken. Mm. En het, met dat in je achterhoofd dat je moet kijken naar wat mijn rol bij de Kunstacademie is. Ja, dus ze hebben mij daar ook ooit uitgenodigd om te fungeren als een soort van vraagbaken voor die studenten als het gaat over allerlei ontwikkelingen rond het antropoceen, rond menselijke verbeteringstechnologie. Dus ook op die Kunstacademie geef ik heel vaak les of leid ik dialooggroepen die specifiek wetenschappelijke en technische aspecten hebben. Dat is interessant. Er komen 2 vragen direct bij mij op. Je bent een filosoof, maar je zit bij de wetenschappenfaculteit. Is dat een bewuste keuze? En zo ja, waarom? Ja. En ten tweede, van waar het belang om die creativiteit van de kunsten te combineren met de ontwikkeling in de wetenschappen? Oké, ja, ik begin maar eens met de eerste, denk ik. Ja, is dat een bewuste keuze? Ja, je zou altijd hopen dat dit soort dingen bewuste keuzes zijn, maar ja. Dat zijn constructies achteraf natuurlijk. Het is een beetje zo gegroeid. Kijk, weet je, ik heb in Amsterdam filosofie gestudeerd tot 2000. En al ben ik net niet bij metafysica afgestudeerd. Ik had er 1 vak te weinig voor en ik had te veel vakken in esthetica. Dus dat is mijn afstudeerrichting. Daarna heb ik nog een geschiedenis van de filosofie herzien. Misschien ken je hem wel, 25 eeuwen filosofie van Jan Borg. Nee. Nou, dus laten we zeggen een bloemlezing van de afgelopen 25 eeuw. Mm-hmm. En daarna ben ik begonnen met een PhD aan een faculteit gezondheidswetenschappen in Maastricht. De financiering van dat PhD-schap kwam uit een Europees project dat keek naar de mogelijkheid van een geïnstitutionaliseerde ethiek van biotechnologie. Okay. Eigenlijk was dat mijn eerste aanraking met, dat we zeggen, de exacte wetenschap in een wat directere zin. Want daarvoor had ik wel wat tijd besteed aan fenomenologische psychologie. Maar ging mijn blik toch vooral uit naar andere onderwerpen. En het is eigenlijk via dat Europese project dat ik ook steeds meer op die thematische lijn van de levenswetenschappen, biotechnologie, terecht ben gekomen. En ik ben dus vanuit Maastricht eerst naar Delft gegaan. In Delft heb ik heel veel praktisch werk gedaan, wat meer te maken had met techniek en beleid. Wel ook met een wat internationale profiel. En toen kreeg ik de mogelijkheid om op deze afdeling in Nijmegen door te gaan. En die had voor mij het voordeel dat er meer ruimte was voor wat theoretische reflectie. Mm. Eigenlijk ook nodig om nog een stap daarin te zetten in mijn eigen carrière. Dus,
De geïnstitutionele ethiek van biotechnologie, wat is dat? Nou, de Europese Commissie is altijd op zoek naar manieren om iets te doen met nieuwe technologie. Ja. Met daarbij de vraag van ja, wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar. Dus op dat moment, toen ik in Maastricht werkte, was de Europese Commissie op zoek naar projecten die onderzochten in hoeverre je niet op Europees niveau ethiek van biotechnologie kon institutionaliseren. Dus dat had kunnen inhouden dat daar een Europese PhD of een Europese Masters uit was gekomen. Of dat er tot een eeuwigheid gecontinueerde reeks summer schools uit zou zijn gekomen. Dat is allemaal niet gebeurd, maar die projecten die hebben op zich wel een hele interessante basis voor veranderen. Ja, hebben we dat nodig, denk je? De Europese geïnstitutionaliseerde ethiek voor de biotechnologie? Nee. Nee, daar ben ik heel simpel in. Ik denk dat zodra je dingen wil gaan institutionaliseren, je ze sowieso al schade aandoet. En ik heb ook op zich... Ik vond het heel interessant om in die sfeer te werken, hoor. Maar ik ben zelf eigenlijk een... Nou, voor zover je mij een ethicus zou moeten noemen, zit ik toch wel echt aan de rand van dat verhaal. Ja. En dat heeft er ook mee te maken dat ik al die geformaliseerde benaderingen in de ethiek een beetje weinig vruchtbaar vind om echt praktijken aan te sturen. En geformaliseerde benaderingen bedoel je de ethiek van Kant, de ethiek van het utilitarisme, al dat soort dingen? Ja, dat is even... Ja, ik bedoel, er zitten heus wel argumenten in, maar... Ja. Nee, ik ben wel de laatste om Kant af te wijzen, maar op de een of andere manier zit er gewoon ook een grens aan de mate waarin je daadwerkelijk praktijken kunt veranderen als je alleen maar kijkt naar formele legitimeringen van een moreel argument. Mm-hmm. En waar ligt dat aan, denk je? Waar ligt dat aan? Want ik ga nu misschien even op een iets ander onderwerp dan we gepland hadden, maar het is misschien wel interessant om even kort te bespreken. Want ik voel en ik heb ook een kleine soort intuïtie dat die ideeën over hoe een mens zou moeten leven, de ethiek, vaak te rationeel bedacht wordt. Ja, ik snap welk puntje daarin raakt. Het punt is, als je het te rationeel benadert, dat ook elke vorm van emotie eruit gehaald wordt. Dan hebben we natuurlijk altijd over zeker rechtvaardigheidsgevoel gemoeid is met ons morele handelen. Hè? Mm-hmm. En daarnaast, ik denk ook wel dat er een punt is dat je uiteindelijk, ze gebruiken daar in Duitsland het letste begrip voor. Hè? Dus altijd op zoek naar de ultieme grond of het ultieme basisargument voor bepaalde morele posities. Ja. Je kunt blijven graven en dan komt de een bij zoiets als de menselijke intuïtie uit, de ander komt op zijn kantiaans uit bij het logische argument. Maar uiteindelijk valt er altijd wel weer ergens een spel tussen te krijgen en dendert het hele zaakje weer als een kaartenhuis in elkaar. Dus, en het is dan ook nog eens een keer de vraag of wij dit soort, laten we zeggen, logisch uitgeredeneerde methodologieën nodig hebben om überhaupt juist te handelen. Het is natuurlijk ook een ouderwetse vraag die nog uit die Griekse tijd stamt, die dan begon met, ja, wat is goed gesteld, dat we zouden weten, we kunnen weten, wat goed is, hoe vullen we dat dan in? Nou, en dan kom je dus met zo'n hele trits aan scholen die allemaal definities uitlopen vechten met elkaar. Ja. Waarbij, nou ja, als ik dan kijk naar het werk, wat ik dus ook in de context van die projecten die ik in Maastricht deed, mijn werk in Delft, maar ook mijn werk hier in Nijmegen, ja, dan denk ik dat de wereld op dit moment toch wel met hele concrete, ernstige problemen geconfronteerd wordt. En dat het dan niet heel veel zin heeft om, laten we zeggen, het morele argument in het algemeen te proberen te definiëren. Hmm. En dat betekent niet dat het nooit zin heeft om ernaar te kijken. Ik bedoel, wat er nou met bijvoorbeeld die brand in het Amazonewoud gebeurt. En de houding die de premier daar ten opzichte van Macron gisteren aannam in de dagen daarvoor. Mm-hmm. Ja, dat stelt gewoon enorme vragen naar, is de normale rechtsstraat, staat nog wel dat u in staat om problemen van dit soort enormiteit op te lossen? Waarbij Macron dan volgens mij toen riep van, ja, we moeten eigenlijk het hele Amazonewoud voor een internationaal mandaat bombarderen. Natuurlijk een stokoude kolonialistische gedachte, maar...
Het is mij ook wel eens door het hoofd geschoten, hoor. Of dat niet beter zou zijn. Dus, maar het is dus de vraag in hoeverre je met allerlei theoretisch methodologische benaderingen, die dus kijken naar de juistheid van een bepaald argument, of je daar echt heel ver mee komt, terwijl als je dus hiermee geconfronteerd wordt. Ja, en de problematiek wat ik daarin ook zie, is dat de ethiek over het algemeen gaat over wat een singulier of een individu moet doen. Terwijl individuen leven in groepen en zich moeten verhouden tot groepen en ook bijvoorbeeld hun status binnen groepen moeten waarborgen. Of wellicht afwegingen moeten maken tussen wat ze denken dat het goede is en wat er voor nodig is om voor te leven. Misschien de eeuwenoude vraag, is het beter om jezelf op te offeren of een andere persoon op te offeren? Ja, wat ik wel een belangrijk punt daaraan ook vind, is dus dat er te weinig de geschiedenis van de formele ethiek en zo, te weinig aandacht is geweest voor wat je nou met het niveau van samenleving moet aanvangen. Natuurlijk wel in Plato's Republiek en natuurlijk ook in allerlei logische consequenties van als iedereen handelt zoals ik handel, dan zou de samenleving niet werken, dus moet anders handelen. Je weet wat en zo. Daar zit wel ook altijd die gemeenschapsdimensie in, maar het maakt nog niet duidelijk genoeg hoe we daar iets mee aan moeten vangen. Maar misschien weet jij, je kent misschien het begrip die Open Society van Karl Popper. Ja, ik ken het begrip, maar daar houdt ook mee op. Oké, ja, het is niet van Karl Popper trouwens. hij heeft het bekendgemaakt, maar het komt oorspronkelijk van Henri Bergson, die in 1932 een boek schreef. Les deux sources de la moralité et de la religion. Ja. Je denkt dan dat hij ineens vanuit. Eigenlijk is het een eerste boek dat je techniekfilosofie zou kunnen noemen. Okay. Ja, misschien dat er mensen zijn die ook nog voor 1932 Marx. Ja, kun je inderdaad zeker ook een techniekfilosoof noemen. Maar in de hedendaagse betekenis van het woord, denk ik dat dit wel zo'n beetje een eerste is. En dan gaat hij dus sterk in op wat het verschil is tussen een gesloten en een open moraliteit en een gesloten en een open religie. En dat dus in een open samenleving. En zijn punt was eigenlijk dat wij nu, en dan heeft hij, dit schrijft hij dus tot 1932, heeft lang al wat gedaan, maar toen dus al voor een probleem stonden en geconfronteerd werden met een probleem dat de wereld steeds meer vervuild raakte door het gebruik van olie en andere fossiele brandstoffen. Dat we daar iets mee moeten doen, omdat de druk op de planeet eigenlijk te groot wordt. Hè? Dus lang, lang, lang voordat de discussies van nu constateerde hij dat dus al. En dat het dus ook niet meer genoeg is om te opereren op basis van wat hij dan de moraliteit van de gesloten samenleving noemt. Dat is een moraliteit die ja, bijna biologisch te duiden valt. Die diende ertoe om solidariteit binnen een gegeven gemeenschap op peil te houden. Denk dan met zich mee dat er ook een bepaald religieus systeem bij zit. Maar tegelijkertijd informeert het ook een houding naar andere samenlevingen die vijandig is. Hè? Dus de ander wordt al snel tot vijand gebombardeerd, puur en alleen omdat die anders is, omdat dat ook helpt om die solidariteit binnen een gesloten gemeenschap stabiel te houden. Nou, is dat allemaal, laten we zeggen, in een dun bevolkte wereld van 40.000 jaar geleden niet zo'n probleem? Ja, ook wel, maar niet zo enorm als nu. Maar wij leven nu dus in een tijd waarin we dus te maken hebben met mondiale en globale problemen. Ons totale onvermogen om ons eigen afval te verwerken. Tot aan de steeds groeiende behoefte aan vervoer, aan levensmiddelen, aan onzinproducten. En dus de daarmee gepaardgaande ecologische crisis. En natuurlijk ook het hele probleem van een nog steeds scheve verdeling van welvaart. Dan kom je er dus niet met de moraliteit van de gesloten samenleving. En wat je nou in Brazilië ziet gebeuren, is dat Bolsonaro, ik vergis me altijd in zijn naam, of het nou Bolsonaro is. Bolsonaro of Bolsonaro, een van de twee in ieder geval. Bolso is denk ik.
Niet voor dit interview, maar omdat ik zijn naam op de radio hoorde en ik dacht, nee, het is toch het omgekeerde. Maar ja, de radio had gelijk, dus het Bolsonaro. Al laat ik me graag corrigeren als ik me toch vergis. Dus die man die staat duidelijk voor de gesloten samenleving. Brazilië, daar zit een muur omheen wat hem betreft. Daar mag je in de fik stikken wat je wil. Want het is zijn land en zijn buren en het is goed voor de economie. En het is zogenaamd dan een natuurverschijnsel, het gebeurt ieder jaar. Ja, enzovoort, enzovoort. En dat heeft niks te maken met de rest van de wereld, vindt hij. Nou ja, dat is dus de moraliteit van de gesloten samenleving. Mm-hmm. En hoe zit de open samenleving eruit dan? Want zoals je het lijkt te beschrijven is cosmopolitisme versus nationalisme. Dat lijkt je nu een beetje beschrijven. Ja, daar kun je het wel mee vergelijken. Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik Bergson op punten ook wat naïef vind in zijn internationalisme. Nee, in het interbellum had je een, heette de beweging ook echt internationalism. Hè? Dus het was de poging om voorbij te gaan aan de grenzen tussen verschillende culturen, samenlevingen enzovoort. Daar is in dat tijd ook onder andere het Comité Intellectueel de Collaboration Internationale voor opgericht. Doorganger van UNESCO. En Bergson was de voorzitter van die club de eerste jaren en zo. Vandaar dat hij ook door is blijven denken op deze kwesties. Maar dus uiteindelijk is dat. Dan kun je wel zeggen, nou, wij moeten dus naar een soort van mondiale ethiek. Maar dan negeer je ook het feit dat mensen en groepen nou eenmaal identiteiten hebben. En je kunt niet om het probleem van persoonlijke identiteit heen en op groepsidentiteit heen. Hè. Dus je kunt niet zeggen van het zou het beste zijn voor de wereld om elke etniciteit, elk taalverschil, elk religieus verschil, elk verschil van inzicht dan maar af te schaffen. Dat is natuurlijk ook een totalitaire idee. In die zin moet je wel ergens ook nog toestaan dat dingen kunnen groeien, kunnen diversifieren, kunnen evolueren ook. Ja, zulke identiteiten, culturen, talen, tradities gebruiken zijn op een bepaalde manier ook groeiende entiteiten. Dus je kan niet zomaar zeggen, we moeten dat afschaffen of het is niet goed dat ze er zijn. Het zou beter zijn als alles hetzelfde zou zijn. Want ook al zou je nu op dit moment alle talen en culturen homogeniseren, er is geen enkele waarborg dat er niet inderdaad weer een mutatie of een evolutie opkomt die weer voor diversificatie gaat zorgen. Al is het alleen maar omdat mensen in verschillende delen van de wereld leven die, om maar zo wat bazaal mogelijk te zeggen, andere soorten temperaturen en klimaat hebben. Ja. En tegelijkertijd zou het ook een veel minder interessante wereld zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Nee, niet zo. Maar dit is ook een griezelig idee, een totalitair idee, hè? Die gelijkschakeling. Maar er zit wel iets in. En het idee en de gedachte dat naarmate onze technologische vooruitgang ervoor zorgt dat we steeds meer effect hebben op de wereld en steeds meer een globaal effect op de wereld hebben, er toch op een bepaalde manier een overkoepelende identiteit of ideologie of iets waar we het in ieder geval over eens kunnen zijn moet kunnen ontstaan, zodat we met elkaar eruit kunnen komen waar we heen moeten. Ik bedoel, als er een land is in Brazilië die zegt dat. Sorry? Of we daar nou een overkoepelende identiteit voor nodig hebben, dat weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval wel te maken met grensoverschrijdende problematieken. Mm-hmm. Dat is niet alleen maar plastic afval in de Maas bij Maastricht. Dat is dus van zo'n gigantische proporties dat we hier niet niks meer aan kunnen doen. Ja, inderdaad. Als ik nou een onheilsprofeet wil lijken, want heel veel mensen die zich bezighouden met dit probleem, en dan op een wat reflexievere manier, die worden automatisch onheilsprofeten, maar ja, daarmee word je eigenlijk meteen in de rol van een Cassandra gegooid. Je kunt roepen wat je wil, maar mensen geloven het uiteindelijk toch niet, of handelen er in ieder geval niet naar, dus ik bedoel, onheilspellend, er is natuurlijk ook veel goeds te winnen. Door een internationale identiteit of karakter of internationale samenwerking op zo'n manier te kunnen uitvoeren, dat we zulke globale problemen wel echt kunnen aanpakken. Als we dat kunnen bereiken, dan is er ook denk ik wel een grote belofte, maar er is natuurlijk ook veel onheil wat kan gebeuren. Ja, nou ja, kijk, wat belangrijk is, is dat er een dialoog tussen verschillende werelden en wereldbeelden ontstaat. Mm-hmm.
En die dialoog betekent dus ook dat je de eigen positie op het spel moet kunnen durven zetten. En moet inzien dat het contact met een andere traditie ook verrijkend kan zijn. Ja, verrijkend, maar het kan ook problematisch zijn. Want elke cultuur, elke traditie neemt ook dingen mee die wellicht beter niet geaccepteerd kunnen worden. Of die wellicht niet passen in wat je wil doen, om maar even een conservatief argument aan te geven. Dus de onheil en de belofte is er altijd in de ontmoeting met onbekenden, laat ik het zo zeggen. En beide aspecten moet je eigenlijk eerlijk en authentiek mee kunnen nemen om die ontmoeting tussen verschillende culturen en tradities te kunnen omtoveren tot iets nieuws die samen kunnen werken. Ik denk dat Nederland een goed voorbeeld is van het feit dat er meerdere culturen nu samenkomen. En eigenlijk de vraag nu ontstaat, oké, wat is dan nu de Nederlandse cultuur als het niet alleen maar een etnische overeenkomst is tussen verschillende mensen. Ja. Goed, zullen we even kijken, want via de mail had je al wat dingen besproken. Even kijken, procesmetafysica noemde je het, filosofisch vitalisme van Bergson, toegepast op de levenswetenschappen. En wat ik zelf ook interessant vond was de aard van levende systemen. Wat bedoel je daarmee? Ja, weet je, ik werk dus hier op een faculteit die ook wel landelijk best bekend is voor zo'n onderzoek in synthetische biologie. Mm-hmm. Delft had ook een best belangrijke afdeling in hetzelfde vakgebied. Ik werk al jaren samen ook met Systems Biology and Synthetics in Wageningen. En dus dit loopt wel als een soort rode draad door mijn werk heen. En ergens heeft het mij altijd verbaasd dat je dus aan de ene kant zoiets als levende systemen hebt, die dus organisch zijn, spontaan veranderen, evolueren, et cetera. En dat je dat dus vervolgens gaat benaderen alsof je te maken hebt met het binnenste van een Volvo. En ik heb er dus heel veel jaren aan besteed om überhaupt te begrijpen wat nou in die vakgebieden gedaan wordt. Maar dan blijkt dat er dus ook een enorm probleem met de taal zelf is. Mm-hmm. Dus weet ik het, 30 jaar geleden, nee langer. Laten we zeggen, misschien al 100 jaar geleden, maar dat het aan volk kwam, is dan een jaar of 40, 50 geleden, de term biotechnologie. Nou, mm-hmm. Er is gewoon verzonnen heeft dat, laten we zeggen, wat je ook toegepaste levenswetenschap of zo had kunnen noemen, wat ook wel een bekende term is, maar dat dus biotechnologie moest heten. En vervolgens in de Engelse taal bioengineering. Dus wederom de metafoor van de engine, van een motorblok bijna. Ik zit nu in een project en dat heet Safe Chassis. Waarbij een bepaalde bacterie, een organisme, ook als het chassis van een auto wordt gezien. En dat moet veilig zijn, want dan kun je er een opbouw op maken die eruit ziet zoals je wil. Zo worden trouwens auto's tegenwoordig helemaal niet meer gemaakt, omdat het chassis is geïntegreerd in de kooi van de auto. Dus die twee kun je niet meer los van elkaar halen. Maar we zeggen, een oude Volvo Amazon had nog een chassis waar je werkelijk elke andere auto ook op kon timmeren. Of desnoods een camper enzovoort. Daar kon je alles mee. Dus iedere keer wordt het beeld of de metafoor naar voren gehaald van, nou, er is dus een soort van ijzeren structuur en die is ontwerpbaar en die kun je dus zo ontwerpen dat het veilig is en multifunctioneel. En daar zijn ze dan al aan het mee en vervolgens gaan we alle problemen oplossen en dat is dan altijd hetzelfde klassieke rijtje van drie. AIDS of kanker, wereldhonger en klimaatverandering. Nou, op de een of andere manier gaan al die organismen dus iets oplossen aan die grote dingen. Ik heb nog nooit gezien dat zo ging werken. Het is ook zo dat de patenten van de wereld heel sterk in handen zijn van bedrijven à la Bayer, Monsanto, noem het op.
Dus ja, het is de vraag in hoeverre de prioriteiten van dat soort industrieën nou overlappen met de noden van deze planeet op het moment. Hè, om even terug te komen op waar we het daar net over hadden. En dan kun je wel, laten we zeggen, allemaal hand in hand een kring om de wereld vormen. Maar als deze bedrijven uiteindelijk besluiten wat er met die planeet aan het gebeuren is. Ja, dan heeft het volstrekt geen zin om Koen Barja aan een kampvuur te gaan zitten te zingen. Dus, maar ja, sorry, even om terug te komen weer bij die levende systemen. Om even daarop in te haken, de discrepantie tussen, of het verschil tussen organische systemen en mechanische systemen, en dus ook de mechanische benadering van organische organismen, om het maar zo te noemen, is heel interessant, want ten eerste lijkt mij evident dat organische systemen niet werken zoals mechanische systemen, tenminste intuïtief zou ik dat denken, maar tegelijkertijd heeft de mechanische benadering van organische organismen een heel goede manier geboden, of een heel goed model geboden voor het uitleggen van de mechanische bewerkingen van organismen. Ja. Dat heildenken, het feit van, oké, als we dit stukje weten, als we dit deeltje ontdekken, als we deze theorie uitvinden, dan lossen we dit en dit en dit probleem op, waarbij het niet altijd heel duidelijk is hoe die twee tot elkaar verhouden, zich ook tot elkaar verhouden. Maar er zijn wel degelijk voorbeelden van grote problemen die we opgelost hebben door die mechanische benadering. Even denken aan de ziekte zoals polio, wat volgens mij volledig al uitgeroeid is. De pokken ook, hè? Dus soms lukt het inderdaad. Het is een ander punt in hoeverre het klopt. Hè? Dus het is een bepaalde methode of een bepaalde benadering, zou je kunnen zeggen. En als je dus mensen die in deze vakgebieden zitten wat verder interviewt, wat diepere vragen stelt, dan blijkt keer op keer dat die hele engineering metafoor, uiteindelijk zeg je dan zelf ook van, ja, dat is natuurlijk maar een metafoor. Wat we eigenlijk doen, dat is, en daar zitten allerlei serendipiteiten in. En dan blijkt dus dat het helemaal niet zo mechanisch is als de veronderstelde taalgebruik binnen zo'n vakgebied. En wat ik dus ook vaak probeer te doen, dat is op de een of andere manier erachter komen wat er nou achter, laten we zeggen, dat mechanistische vocabulaire schuil gaat. Om ook te weten waarom het zo hardnekkig aanwezig is en waarom het dus, laten we zeggen, maar heel voorzichtig op een andere manier van spreken ontstaat binnen dit soort vakgebieden. Wat ik vond was een paar jaar terug, trof ik een professor, ik meen uit Leiden, Westerhof heet hij. En die had het over het probleem dat hij bij veel collega's van hem trof, dat de evolutietheorie nog steeds te teleologisch wordt geïnterpreteerd. Dus organismes die bepaalde eigenschappen hebben, die duidelijk een functie hebben, met als doel dat, intuïtief toch iedere keer ertoe neigt om te zeggen dat de evolutie een richting van vooruitgang heeft. Terwijl, nou ja, ik bedoel, dat is een normatieve waardering van soorten meteen dan, hè? Die bijna per definitie menselijk is, behalve als een theologisch kader van waarom, ja, waren we daar nou niet vandaan aan het gaan toen we met de evolutietheorie van Darwin in zee gingen. Hè? Dus, en hij zei van ja, dat merk je ook aan wat er nou wel en niet gewaardeerd wordt op microniveau. Want spontane variatie wordt ergens gezien als een soort van problematische factor in die biotechnologie. Want daarmee hoopt zich een hele hoop restafval op in hun benaderingen. Maar spontane variatie is eigenlijk ook, wat hij noemde, Westerhof dan, white noise. En het is juist dit white noise, waar uiteindelijk de sturende kracht van evolutie in zit. Waar zoiets als diversificatie uit voorkomt, waar nieuwe eigenschappen door ontstaan, enzovoort. Maar ja, dus daarmee worden er dus ook een heleboel positieve aspecten van die serendipiteit misschien niet genoeg omarmd in zo'n vakgebied als synthetische biologie. En dus wat je eigenlijk zegt is dat wanneer je doorvraagt op wat het betekent, wat die mechanische vocabulaire betekent, dat daar dat je erachter komt dat ze eigenlijk andere dingen bedoelen, of dat ze er zelf achter komen dat die mechanische benadering ontoereikend is. Hoe bedoel je dat precies?
Nou, om een voorbeeld te geven, dus dat Safe Chassis project waar ik nou in zit, daar wordt eigenlijk gepoogd om zoveel mogelijk veiligheidskleppen in dat ontworpen organisme in te bouwen, zodat als het ontsnapt het meteen doodgaat. Dat ze bijvoorbeeld volledig afhankelijk zijn van een bepaald type voer, dat ze alleen maar bij een hele bizarre temperatuur overleven en als het dan ineens van de buitenlucht komt, dat het dan ook doodgaat. Nou ja, allemaal van die veiligheidskleppen zitten ze in dat project te ontwerpen. Maar daar ontstaat dus een mentaliteit in dat alles wat niet voorspelbaar is, per definitie een kwaad is. Terwijl ik zou zeggen, op het moment dat je alles tot een totale voorspelbaarheid reduceert, dan is er dus ook geen kans meer voor spontane emergentie van alternatieve oplossingen. Dus je schaft dan ook serendipiteit af. Dus je hebt in die biolab heb je altijd allerlei regelgeving die ook heel belangrijk is, door het daar niet van, om biohazards in te gezondheid. Excuus. Om biohazard in te perken, maar hoe meer je biohazards inloopt te perken, overigens altijd met een vals gevoel van zekerheid, want je gaat ineens uit van controleerbaarheid, terwijl het per definitie om een niet totaal controleerbaar systeem gaat, het levenssysteem, per definitie altijd voor een deel onvoorspelbaar. En hoe meer je dat dus probeert in te kapselen in een voorspelbaarheid, hoe meer je ook elke serendipiteit in zo'n systeem vernietigt. Mm-hmm. Oké, twee vragen wederom. Ja. Want inderdaad, het lijkt me onmogelijk om een levend systeem of een complex systeem volledig te kunnen reduceren tot aan mechanische onderdelen, waardoor je dus ook volledig 100% kan voorspellen. Dat is wel de totale aanname van bijna iedereen die in die moleculaire levenswetenschappen werkt. Mm. Dus het onderzoek gaat erom om eindelijk een levend systeem volledig reduceerbaar te kunnen maken tot zijn biochemische componenten, en dat die dus op hun beurt weer reduceerbaar zijn tot fysische componenten. En het gekke is dat je dan uiteindelijk bij een fysica komt. In de levenswetenschappen lijkt het beeld van de fysica nog steeds de klassieke mechanica van Newton te zijn. Ja. Kun je dat iets meer uitleggen? Nou ja, kijk, de klassieke mechanica van Newton, daar is in uiteindelijk alles determineerbaar te maken, hè? Je kent vast wel dat is in het beeld van de demon van Laplace, 19e eeuw. Nee. Stel je een intellect, een geest voor, die zo machtig is dat hij ieder plekje, of iedere plek van ieder deeltje op het universum en de richting waarvan nu zou kennen. Die er geen overzicht over heeft. Alle deeltjes, hun richting, hun snelheid. En dat allemaal te weten. Nou, dat zou betekenen dat hij in principe elke situatie in het verleden terug zou moeten kunnen rekenen. En elke toekomstige situatie zou moeten kunnen voorspellen. Dat is eigenlijk het klassieke determinisme. Zoals het omarmd werd in de Newtoniaanse fysica. Zoals het omarmd werd in de 19e eeuwse fysica. Vooral als het gaat om mensen als Laplace. En wat eigenlijk stiekem ook nog steeds de leidraad is voor een natuurkundige als Einstein. Er zijn een heleboel andere ontwikkelingen geweest. De thermodynamica, de kwantummechanica, de chaostheorie. Die eigenlijk een heel ander spoor volgen. Die hele mechanica die wordt niet meer als een soort van zelfsprekendheid omarmd in de natuurkunde. En het gekke is dat het dus wel nog steeds het wereldbeeld is in de moleculaire levenswetenschappen. Dat is interessant. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat de moleculaire levenswetenschappen, biologie en dergelijke, een oude natuurkundige paradigma aannemen. Die eigenlijk aan de natuurkunde al ontkracht is. Ja. Want wat is het dat thermodynamica en chaostheorie veranderd hebben aan de klassieke mechanica van Newton? Ja, ik zei het misschien iets te ongenuanceerd, maar ik zeg het, de doorsnee opinie in die levenswetenschappen is, of de doorsnee visie. Want het is tegelijkertijd ook wel weer zo dat complexiteitstheorie en systeemdenken erg samenhangen. En dat er natuurlijk ook allerlei benaderingen in de levenswetenschappen zijn die veel meer daar de focus op hebben. Maar je zou wel kunnen zeggen dat, laten we zeggen, het
het toepassen of het handhaven van dat verouderde wereldbeeld, het mechanistische wereldbeeld, dat is functioneel voor zover je het louter pragmatisch en instrumenteel te zien. Mm. Als het een manier is waarbij je op een gegeven moment een bacterie goud kunt laten poepen, nou, dan maakt het mij niet uit of het wereldbeeld klopt of niet. Maar dan moet je ook zo pragmatisch zijn dat je dus gewoon de technologie en het technologisch experiment laat tellen en niet allerlei grote wetenschappelijke claims daaruit nog laat volgen. Ja. Eén vraag, waarom niet? Waarom is de mens niet volledig tot haar biochemische processen te reduceren? Nou, ik denk dat niks uiteindelijk ertoe te reduceren valt. Sowieso, de term reduceren gaat ervan uit dat je alle delen, dat je het geheel uiteindelijk ontleedt in al zijn onderdelen en daarmee zou je het uitgelegd hebben. Maar daarbij negeer je dat, daarbij negeer je de evolutie van jou of mij of wat dan ook door de tijd heen. Mm. Dus wij veranderen continu. Wij zijn in een continue staat van wording. Dus die als je dan mij of jou zou fixeren op een bepaald moment en vervolgens het woord tafel in iemands hoofd gaat proberen te verklaren door te kijken uit welke biochemische processen zijn neurologische netwerk bestaat, ja, dat is een zinloze exercitie. Dus het zoeken naar het woord, naar het begrip tafel in iemands hersenen. Het is een zinloze exercitie omdat het volledig de beweging van de tijd eruit uitsluit. Dat is een heel interessante gedachte wat je daar oproept. De beweging van de tijd. Want heel veel dingen waar wij mee te maken hebben, en ook bijvoorbeeld ethische theorieën zoals we eerder al bespraken, lijken niet, in ieder geval niet expliciet rekening te houden met het feit dat we groeiende organismen zijn, groeiende systemen. En dus zou je daar iets meer op door kunnen gaan over waarom dat een probleem is voor een mechanisch wereldbeeld? Het is een probleem dat erbij hoort. Dat komt omdat dus het tijdsbegrip vanuit het mechanistische wereldbeeld is lineair. Eerst A, dan B, dan C. En het neemt dus aan dat als je een definitie van het universum zou willen geven, dan, of het al zou willen geven, dan zou het dus zoiets zijn als het universum als de collectie van alle dingen. En die bewegen zich dus allemaal op een lineaire tijd van het begin van het heelal naar het einde van het heelal. Wat ergens vreemd is, want daarbij moet je natuurlijk meteen de vraag stellen, wat was er dan voor het begin en wat was er na het einde. Dus die lineaire tijd is dus problematisch. Het is ook precies het punt waar Einstein een enorme clash met Bergson over had in 1922 in Parijs. Omdat Bergson de hele tijd bleef zeggen van, nou ja, u heeft het over kloktijd alsof dat reëel is. Dus hij bedoelde daarmee die lineaire tijd. Dus tijd als een soort van ruimte of een vlak neergezet. En dat is dan een rekenconcept. Maar Einstein behandelde dat als een reële en reële grootheid. Ja, het idee van ruimtetijd. En daar zit hem dus iets raars in. Dat was Bergson zijn punt. Die zegt namelijk van, ja, maar wat je dan eigenlijk doet, dat is dus het gegeven tijd te denken als een geometrische categorie. Dan heb je dus, laten we zeggen, lengte, uitgebreidheid en dan tijd. Zoiets, hè? Lengte, diepte, uitgebreidheid en dan tijd. Met het hele begrip van tijdruimte is eigenlijk een conceptueel monster. Het is niet door Einstein bedacht, maar door zijn leraar. Toen Einstein zelf al wat bekender was, ik geloof met zijn algemene relativiteitstheorie, dat weet ik even niet zeker. Maar in ieder geval, op dat punt, hij had niet een juist begrip voor wat hij nou eigenlijk bedoelde met hoe er dan aan die tijd gerekend kon worden. En toen kwam zijn leraar aan met het idee van ruimte-tijd, dat is wel een mooie term daarvoor. En ook de notie van tijd als vierde dimensie. Maar
wat er daarbij dus ineens ontstaat, is dat niemand zich meer afvraagt wat nou dat begrip dimensionaliteit überhaupt inhoudt. Ja. Dat is iedereen ineens vergeten. En vervolgens wordt er gezegd, de vierde dimensie, die spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding als begrip. Maar ja, als je daar eens wat dieper in duikt, dan denk je, ja, maar hier klopt geen ene lor van. Hè? Tenminste, niet in termen van, laten we zeggen, de metafysische of de ontologische gelding ervan. En wat klopt er dan aan niet, aan het tijdconcept? Als je nou het tijdsconcept neemt, dat lineaire tijdsconcept, daar heeft Einstein wel wat in gesteuteld, want wat hij eigenlijk doet is zich de tijd als vlak in plaats van als lijn voor te stellen. Mm-hmm. Nou, dan valt er op een complexe manier aan te rekenen, maar dat blijft natuurlijk werkelijk toch een probleem. Het punt is dat er daarmee elke notie van verandering wordt ermee ontkend. Want je loopt alles te bevriezen als punten op een lijn. Hè? Dus uiteindelijk is alles een bevroren moment nu. Wat oneindig klein is. Maar je hebt uiteindelijk helemaal niet verklaard waarom er zoiets als verandering zou zijn. Dus je zou het bijna kunnen zien als een soort van categoriefout. Sinds Kant of zo zijn wij gewend om ruimte en tijd. Tenminste, dat leer je dan in jaar 1 als je aan het studeren bent. Ruimte en tijd als de vormen waarbinnen wij de werkelijkheid ervaren. Ik weet niet meer de precieze terminologie in die Kantiaanse metafysica ervan, maar dat kan iedereen opzoeken natuurlijk. Maar dat zijn dus twee grootheden, ruimte en tijd, en daarbinnen vindt alles plaats. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat verandering zoiets is als, dat is een soort van optelsom van die twee. Dus je hebt een ruimte en daar is het een ding dan eerst hier en vervolgens hier. En dan is er dus een tijdsbestek tussen geweest. Dus tijd en ruimte maken uiteindelijk veranderingen. Ik zou dat om willen keren. Ik zou willen zeggen dat veranderlijkheid eigenlijk wel de meest onmiddellijke ervaring van de werkelijkheid is die wij hebben. Dus die fluiditeit, dat alles continu zich vernieuwt, continu in beweging is, continu in flux is. En vervolgens gaan we dat dus volledig negeren. Tenminste, dat is wat er in een bepaalde traditie in de theoretische natuurkunde over de afgelopen 300 jaar is gebeurd. Mm-hmm. Dus tijd wordt, de veranderlijkheid wordt gewoon genegeerd. Ik vond op een gegeven moment echt een prachtig boek. En dat heette zoiets als, wacht even, zoek hem, willen we het hele boek weten. Ja, die notie van tijd opdelen in kleinere stukjes heeft me inderdaad op veel vlakken, ongemakkelijk gemaakt. Om een voorbeeld te noemen, in sommige kringen krijg je het idee dat je bijvoorbeeld dat je ongeveer volgens mij iets van 70.000 dagen in je leven te leven hebt. Moet je dus die dagen dat je hebt, die 70.000, niet zoveel zijn en moet zorgen dat je er het beste uithaalt. Maar om je leven te verdelen in de hoeveelheid losse dagen, lijkt me een heel... Het voelt in ieder geval heel raar aan alsof je niet op die manier je leven fenomenologisch leidt. Je leidt je leven niet fenomenologisch in verschillende dagen. Je leidt een continu proces. Ja. En door dat op te delen in zulke verschillende atomeren deeltjes, laten we het zo zeggen, verlies je die continuïteit, maar ook, zoals je zegt, dus die veranderlijkheid. En wat je denkt lijkt naartoe te werken, is dat de veranderlijkheid is de primaire metafysische categorie wellicht dat we moeten aanhouden. En daaruit ontstaat het idee van tijd en ruimte. Wellicht. Ja, dat zijn dus eigenlijk dit zijn instrumentele afgeleidenen. Maar het is ook echt een probleem dat wel gezien is en gediagnosticeerd is binnen de fysica. Al vanaf begin jaren 80 geloof ik, hoor, dat er verschillende denkers in die theoretische natuurkunde hebben gezegd van ja, we moeten op de een of andere manier de tijd ontdooien. Want de tijd is nu bevroren en hoe wij daarmee omgaan is het bevroren alsof het een ruimtelijke categorie is. Of laten we zeggen door de tijd te interpreteren als ruimte.
Of als categorie binnen die ruimte. Wat ook een hele interessante was, een paar maanden terug hoorde ik op de radio, dat er dan een aantal fysici was er nou wel bijna uit, en ze hadden bijna ontdekt uit welke deeltjes tijd bestond. Dit klopt voor geen meter. Wat zou het meten zijn? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval niet wat ik onder tijd versta. Ja. En dat was ook wel een beetje de clash tussen Einstein en Bergson in de tijd. Het ging hem Bergson er helemaal niet om dat hij niet meeging in Einstein's natuurkundige theorieën. Maar Einstein maakte ook te pas en te onpas metafysische gevolgtrekkingen. Ja, dus hij leidde er bepaalde consequenties uit af die niet meer tot het domein van de natuurkunde behoorden, maar die tot het domein van de ontologie behoorden. Mm. En daarmee stond hij eigenlijk heel vaak op een positie van tegenspraak en ook een aantal keren op een positie waarin hij op een bijna intuïtieve manier op de positie van een 17e eeuwse filosoof terecht kwam, maar de 300 jaar daarna dus niet kent. Dit is wat ik me dus afvraag. Alhoewel, ik denk dat de man best veel filosofie heeft gelezen trouwens, maar goed. Ja, want het idee dat we met de natuurkunde de fundamenten van de realiteit aan het ontdekken zijn, de meest fundamentele van de realiteit aan het ontdekken zijn, is iets wat ik inderdaad steeds vaker hoor en lees. En ik vraag me af of dat klopt. Maar aan de andere kant... Er gebeurt heel spannend onderzoek in de natuurkunde, dus dat zeker hoor, maar het... Ik denk dat als je een theoretisch fysicus bent, dan ontkom je er haast niet aan om ook iets met filosofie te doen. Ja. Dus verschillende collega's die hier bij de afdeling theoretische natuurkunde zitten, die ook allemaal ook iets als filosofie hebben gestudeerd. Dat is een combinatie die blijkbaar erg goed werkt. Dus, Ja, ik heb het ook tijdens mijn studie vaak gehoord inderdaad. Ik denk ook dat het zeker een goede combinatie is, omdat je... Nou, laat ik een andere vraag stellen. Kunnen die twee denkwijzen met elkaar verenigd zijn? Kun je dus bijvoorbeeld zeggen, de mens is niet te verdelen tot haar biochemische processen, of de realiteit is niet te verdelen tot haar atomaire deeltjes, maar we zullen moeten reduceren wat we kunnen reduceren, om uiteindelijk uit te komen bij datgene wat niet gereduceerd kan worden. Volg je niet helemaal. Nou, dus stel je voor dat je... Er zijn bepaalde processen in ons lichaam die gereduceerd kunnen worden tot biochemie. Mm-hmm. Welke dat precies zijn, kunnen we eigenlijk pas weten wanneer we het reduceren of niet kunnen reduceren? Ja. En als je... De poging zelf moet het maar duidelijk maken, dat bedoel je. Wellicht inderdaad. En om even een filosofisch voorbeeld te geven. In de filosofie leren we altijd dat er... Of er bestaat een waarheid of hij bestaat niet. Die twee even om het even. Maar dat je als mens waarschijnlijk niet de 100% waarheid kan ontdekken. Maar het toch wel belangrijk is om te blijven streven naar die 100% waarheid. Ja, dus dat vind ik een hele moeilijke discussie. Want dan kom je ook terecht op het probleem van wat verstaan we nou eigenlijk onder waarheid. Mm. En dan weet ik er al een aantal. Hè. Dus je hebt de consistentiedefinitie. Je hebt een definitie die van Husserl komt. Die noemen het de parallelie tussen denken en ding aan zich. Dat vind ik een hele elegante. Maar dan zie je ook meteen wat het probleem is. Want het vooronderstelt dus al zoiets als een scheiding tussen denken en ding aan zich. Als je dan kijkt naar het werk van... Dat we zeggen het eerste werk van Bergson, dat heet het essay sur la donnée immédiate de la conscience. Dus het essay over de onmiddellijke gegevenheid van het bewustzijn. Mm-hmm. Dat stelt dus zoiets als dat er een onmiddellijke ervaring mogelijk is. En die onmiddellijke ervaring die is zo onmiddellijk dat daar nog niet een scheiding tussen subject en object in zitten. Maar ja, dat zou dan dus ook een zeer intuïtieve vorm van waarheid zijn. Hè? Mm-hmm. Maar dat is weer een hele andere definitie. Dus het begrip waarheid vind ik een hele lastige. Nou, het ging mij niet zozeer om de waarheid zelf, maar om de,
om de samenkomst van twee contradicterende houdingen. Eén. Oh, snap het. Dat was ook net mijn intuïtie inderdaad. Want ik zat ook te denken, je hebt aan de ene kant dus... Gisteren was ik erover aan het schrijven. Ik heb net een week geleden of zo mijn magnum opus afgerond. Oh, gefeliciteerd. Waar gaat het over? Ik heb er 3 jaar aan gewerkt. Het gaat dus over het tijd, leven en het geheugen. Time, life and memory. En dat boek dat heeft echt de hele tijd gekost. En raak het af en toen had ik zoiets van... Wat moet ik nou... Dus toen dacht ik, ja, ik moet gewoon weer een nieuw boek beginnen. Een week ertussen. En dat nieuwe boek, ik zat te denken van, ja, je hebt dus ergens die twee grondhoudingen, waarin aan de ene zijde van het spectrum heb je zoiets als het denken dat de wereld een verzameling van alle dingen is. Sommige filosofen benoemen dat ook met de term substantivisme. En ik vind dat een hele stomme term, omdat substantie het materiaal is waar dingen van gemaakt zijn en niet het ding zelf. He, dus dat, voor mij is het een verwarrende term, dus ik gebruik het niet zoveel. Maar laten we zeggen, het verdingelijkende wereldbeeld. He. En aan de andere kant heb je zoiets als procesdenken. He, waarbij, laten we zeggen, de veranderlijkheid een vanzelfsprekendheid is. Waar het eigenlijk wel heel moeilijk is om nou te zeggen, wat is dan een ding? Waarom is iets iets en niet iets anders? He, dus in het dingenwereldbeeld is het natuurlijk heel makkelijk om zoiets als identiteit, of waarom, wat is nou een ding en wat is nou niet datzelfde ding? En waarom verschilt een aap van een kokosnoot en waarom verschilt, laten we zeggen... meubilair uit de jaren 30 van Bauhaus van de Edel Kitsch van de eeuw daarvoor. Dus dat is redelijk makkelijk te benoemen. Redelijk, maar het fenomeen verandering is veel moeilijker te benoemen. Dus wat is dan de continuïteitslijn tussen de Jugendstil Kitsch en Bauhaus? Hoe is het een uit het andere voortgekomen? En wat is de relatie tussen de aap en de kokosnoot die ik net noemde? Dus dat wordt ineens een stuk moeilijker, omdat je daar dus zo'n notie als veranderlijkheid bij hebt. Nou, en ik schreef dus, leuk dat je deze vraag stelt, ik ben wat langdradig, maar ik schreef dus een tekst waarin ik zei van ja, op de een of andere manier moet je dus tot een punt komen waarbij je deze dichotomie gewoon moet zien te verlaten. En dat dus ruimte komt voor een alternatief. Maar ja, dan moet je zo ongeveer een nieuwe taal voor uitvinden natuurlijk. Maar ja, daar begon ik dus mee en toen dacht ik, ja, ik moet nog een paar dingetjes in mijn eerste hoofdstuk van mijn andere boek herzien. En toen bleek dat ik dat allemaal al had opgeschreven. Oh. Zo gaat het natuurlijk ook. Dus je had eigenlijk het antwoord op wat je zocht, had je al geschreven, maar je was vergeten? Ik heb 3 jaar geleden mee begon, dus helaas. Ja, dus het wordt heel moeilijk om nog iets nieuws te schrijven, nou ik zit klaar op, denk ik. Maar, nou... En heb je die dichotomie opgelost? Ja, maar ik neem het niet... In de verdere formulering van het boek neem ik het niet heel erg mee als een oplossing. Ik zou zeggen dat je om dus aan de ene kant erkenning te hebben voor fluiditeit en veranderlijkheid, en aan de andere kant ook voor identiteit, dan moet je begrippen hebben als convergentie en divergentie. Kun je niet weer uitleggen? Convergentie is dus hoe dingen samenvloeien in een bepaalde evolutie. Dus coevolutie is ook een convergentiebegrip. En divergentie zou je kunnen vergelijken met het begrip van individuatie. Dus hoe iets langzamerhand in een evolutionaire proces zichzelf wordt. Individuatie, die term, die komt van, ja, hij is ouder, maar hij is volgens mij bekend geraakt via Jung. Maar dan betreft het natuurlijk individuatie als een soort zelfwording in de psychologische zin. En het is later door Simondon opgepikt, Franse filosoof. Die dus individuatie ook wel oprekt tot een iets algemener begrip. Dus met die begrippen, convergentie enerzijds, dingen dus een soort co-evolutie, een bepaalde ontwikkeling doorgaan. Divergentie aan de andere kant, hoe dingen dus in een soort van zelfbevestigende beweging individueren van alles wat er omheen is. En uiteindelijk dus
ze zijn zichzelf en dat betekent niks anders dan dat ze weten dat ze niet dat andere zijn. Ze zijn, zichzelf, nog een keer? Niet, sorry, ze zijn zichzelf en dat betekent niet heel veel meer dan dat ze niet het al het andere zijn. En is dat een feminologische uitleg? Nee, ik zou dit toch... Nee, deze zit meer in... maar hij zit meer in nee, ook niet trouwens, nee. Feminologisch. Ja, het hangt er wel ergens tegenaan, denk ik hoor, maar... Ik zou je niet 1, 2, 3 de tekst uit Husserl kunnen aanraden, nee. Waarin het op die manier staat. Dat is een beetje het punt, dus... Nee, ik zou het echt bij filosofen als Simondon zoeken in dit geval dan. Ja. Ja, en of je die nou postfenomenoloog moet noemen, dat weet ik even ook niet. Ja, ik ken hem niet zo heel goed, dus ik zou het ook niet kunnen zeggen. Ik heb volgens mij wel een tekst van hem gelezen, ooit een keer op een blauwe maandag, maar dat is het dan ook weer. Het wordt mijn nieuwe uitdaging, denk ik. Er zijn een paar filosofen die ik eigenlijk nooit echt goed heb zitten te lezen, maar... Die ik steeds interessanter vind worden, dat zijn Canguilhem, Simondon, misschien ook wel Michel Serre. En die borgen ergens een soortgelijke erfenis. En dat heeft dus de. Dus laten we zeggen, we hadden het net over dat derde of alternatieve wereldbeeld. Ik zou zeggen dat complexiteitsdenken daar, dus een procesdenken in termen van complexiteitstheorie, dat een heel eind in de buurt komt. Oké, procesdenken in termen van complexiteitstheorie. Ja, dus neem, misschien ken je die discussie wel, je komt hem tegen bij, laten we zeggen, managementadviseurs, maar ook in systeembiologie en ook in, laten we zeggen, planologen. Dus het verschil tussen complexiteit en gecompliceerdheid. Mm. Of in het Engels, complicatedness versus complexity. Ja. Het verschil is dat iets, laten we zeggen, een systeem dat heel gecompliceerd is, is in principe te reduceren tot zijn onderdelen. Het kost heel veel gedoe, dus je bent er lang mee bezig. In tegenstelling tot een eenvoudig systeem, is een gecompliceerd systeem. Ja, daar heb je dus, moet je meer moeite in steken om het te analyseren, maar uiteindelijk kun je het helemaal determineren tot zijn onderdelen. Complexe systemen niet, want die zijn open, maar wat nog belangrijker is, de factor van de tijd zit daar ook in. Dus een gecompliceerd systeem kun je bevriezen in de tijd en dan kun je de toekomstige staten van dat systeem uitrekenen en de staten in het verleden. En dat geldt dus niet voor complexe systemen. Daar zit een onvoorspelbaarheid in en dat heeft alles te maken met ook die hele terminologie van emergentie, spontane emergentie. Het hangt allemaal ook wel een beetje samen met zowel chaos-theoretische als thermodynamische begrippenkaders. Hoe zit die samenhang? Zoiets als spontane emergentie is een verschijnsel dat volgens mij die ook gedekt wordt met, en in die zin ligt er dus een link naar de thermodynamica, met de term negentropie. Mm-hmm. Entropie is de toename van chaos, dus thermodynamisch principe. Negentropie is spontane zelforganisatie. Dat is een beginsel weer uit die chaos-theorie. Spontane zelforganisatie waardoor bepaalde structuren in het systeem kunnen emergeren. En dat is iets wat thermodynamica rekening mee houdt en waar procesdenken ook rekening mee houdt. Ja, trouwens, ik zou hier een woordenboekje over kunnen gaan schrijven. Ja, inderdaad, want dingen zoals design thinking, procesdenken, complexiteitstheorie... lijken dus, zoals je nu zegt, heel veel raakvlakken te hebben met natuurkundige theorieën, ja. Zoals thermodynamica en chaos-theorie. En het is interessant om ook te kijken naar wat is dan de geschiedslijn. Komen die echt uit die theorieën ook vandaan, deze managementdenken en innovatieprocessen en dergelijke? Of is er ergens een shift aan de hand waardoor ook management... denkers en innovatiedenkers de mechanische wereldbeelden willen laten vallen en naar een procesdenkend wereldbeeld willen gaan. Want het idee van agile organiseren, het idee van zelfsturende teams is steeds populairder aan het worden.
Inderdaad. Hè. Dus, maar, dus ik heb niet het idee dat het een het andere nou per se heeft geïnspireerd. Het lijkt wel alsof het in verschillende vakgebieden tegelijkertijd zo'n kanteling aan het doorgaan is. Waarbij ik bijna aan het begrip zeitgeist kom. Ja. Ik weet dan liever vandaan blijft, maar goed. Je zou het nog gevaarlijker kunnen zeggen. Typisch voorbeeld van Jungiaanse synchroniciteit. Maar voor mij helemaal niet aankomen. Maar, nou, ik weet nog dat ik bij in Stiegler gelezen heb dat met de opkomst van technowetenschappen, dus techniek gecombineerd met de wetenschappen, de wereld haar staticiteit lijkt te verliezen en verandering de norm lijkt te worden. Ja. In ieder geval in de minds van de mensen die in die wereld leven. Dus dit zou inderdaad een uitwerking kunnen zijn van het feit dat de wereld steeds meer verandert. En het is ook misschien wel een logische tactiek of een logische strategie om aan te nemen wanneer je leeft in een wereld waarin de oude gebruiken, structuren, manieren van werken steeds minder effectief lijken te worden en je ook niet gaat weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus wellicht is het gewoon een contingente samenkomst van een strategie op basis van veranderde werelden. Zou kunnen, ja. We hadden het ook gisteren heel kort over procesmetafysica. Is dat precies een filosofisch vitalisme van Bergson? Ja, nee. Nee. De reden waarom ik nee zeg is, ja, ze hangen zeker samen. Maar ja, zoals iedereen die zich een beetje met Bergson heeft bezig gehouden weet, het is een kapitale fout van me geweest dat hij dat begrip vitalisme voor zijn eigen filosofie aannam. Want daar meteen geassocieerd met het biologisch vitalisme. Met luisteren als Jacob Berzelius, die dan het ontstaan van het leven aan de hand van een of andere mystieke vonk verklaarde. Wat natuurlijk een totale pseudowetenschap is en zo. Maar procesdenken is. Dus vitalisme is heel sterk de filosofie dan. Hè? Een bepaalde notie van kijken, of een bepaalde manier van kijken naar levende systemen als zodanig. Terwijl procesdenken volgens mij niet per se alleen maar naar levende systemen kijkt. Het is gewoon de aanname dat de wereld uit processen in plaats van uit dingen bestaat. Mm. Die term procesdenken die zit hem ook wat dichter tegen filosofen als Alfred North Whitehead aan. Ja, want? Hij heeft die term volgens mij voor zijn eigen manier van denken ook genoemd. Mm. Dus ik ben altijd een beetje voorzichtig met het gebruiken van, laten we zeggen, het gebruiken van de terminologie van één persoon voor het duiden van iemand anders denken. Omdat er altijd verschillen en zo zijn. Maar, dus procesdenken, ja, dus in het algemeen gewoon het denken over de wereld als een serie processen en ontwikkelingen en evoluties eerder dan een verzameling van dingen. En het vitalisme is voornamelijk. Ik denk dat je met die term, zo beschrijf ik het uiteindelijk in het boek van mij, dat je met die term élan vital, zoals die bij Bergson centraal staat, uiteindelijk het punt. De vitale impuls. Ja, nou, dat je het punt kunt, dat daarmee het punt wordt beschreven waarbij dode biochemische systemen uiteindelijk individueerden tot levende. Dus zichzelf wisten te identificeren, zichzelf als zichzelf wisten te herkennen en daarmee dus ook alles wat niet zichzelf was buiten de deur wisten te houden. Dus ik denk dat als je dus op die manier dat punt van vitale impuls zou inzetten in de biologie, dat wel correct zou zijn. Maar Bergson gebruikt die term dan weer veel breder. Want voor hem is het eigenlijk een begrip dat hij ook gebruikt om zijn zogeheten omgekeerde teleologie neer te zetten. Dus de teleologie heeft voor hem een fout gemaakt, omdat het dus de doeloorzaak aan het einde van het verhaal heeft gezet. En het zou er dus eigenlijk in het begin in moeten zijn gezet. De doeloorzaak, dat is zoals Aristoteles het beschrijft, de theologie. En dus dat is Bergson's kritiek erop. Dat zou niet aan het einde, maar al vanaf het begin in het systeem moeten zitten. Nou ja, dan kun je dus een enorme discussie gaan opvoeren of Aristoteles dat niet eigenlijk ook deed.
En daarnaast heb je natuurlijk de hele discussie van, ja, maar wat Bergson nu zegt, kun je dat wel teleologie noemen, al is het omgekeerde teleologie. Ik heb me daar niet aan willen wagen, want dat is meer iets voor een Thomistische filosoof ergens. Die daar, laten we zeggen, in een goed gelegen klooster een aantal decennia de tijd voor kan nemen. Maar ik ben daar een beetje omheen getritteld op die kwestie. Dus, ja. Ik vind ook de kwestie van het feit dat levende wezens een sense of self hebben. Dus een, hoe noem je dat in het Nederlands? Ik ben even het woord kwijt. Een zelfbeeld bedoel je? Of een notie? Ja, een zelfbeeld is misschien nog te sterk, maar een notie dat zij zichzelf zijn en niet iets anders. Ja, maar ja, een hele interessante. Je moet dus opzoeken Elie Metchnikoff. Metchnikoff is min of meer de stichter van het hele gebied van de immunologie. Mm. En die zegt op een gegeven moment, een organisme is een organisme. En wat is dan de definitie daarvan? Het is dat wat zelf van ander kan onderscheiden. Mm. Dus de definitie van het leven zelf is een immunologische definitie bij hem. En ja. Dat vind ik een hele mooie. Want daar zit dus inderdaad dat punt van het onderscheid kunnen maken tussen zelf en ander. En daar zit dan hoe dan ook al een herkenning van zelf en ander. Maar hoe kun je verklaren dat er uit brokken steen, in ieder geval laten we zeggen een levenloze aarde die rondtolt in het universum, er een sense of self ontstaat, een zelfnotie ontstaat. Zonder gebruik te maken van die biologische vitaliteit van Berzelius, ja. Van Berzelius. Ja. Ik denk dat je gewoon heel goed naar de verschillende tussenstappen moet kijken. Want laten we zeggen, er zijn ook bepaalde polymeren die wij niet levend noemen. Maar die wel al allerlei basiseigenschappen hebben. Waaruit je kunt voorstellen dat als daar een soort van zelforganiserend iets uit voortvloeit, dat het dan wel leeft. Mm-hmm. Dus het is dat overgangspunt. En ik geloof niet dat je daar dan nog een extra verklaring tussen hoeft te wikken. Ja, dus als er een enorme hoeveelheid complexe moleculen door een oersoep drijft, die allemaal nog niet leven zijn, maar over de periode van, laten we zeggen, een miljard jaar tijd, die enorme hoeveelheid, die ontstaan, ja. Dat er een aantal condities waren, er was water aanwezig, er was een bepaalde temperatuur, er waren bepaalde andere basiscomponenten aanwezig, bliksem schijnt ook een rol te hebben gespeeld in het kunnen creëren van dit soort lange van moleculenketens. Hè? Nou, ja. Als je dan dus een hele tijd een soort variatie die daar wel redelijk in plaatsvindt, van verschillende combinaties van de lange moleculen hebt, kan ik me voorstellen dat er op een gegeven moment eentje is die zichzelf op een betere manier weet te handhaven. En in dat opzicht dus ook wat niet zichzelf is, op de een of andere manier per ongeluk buiten de deur weet te houden. Mm. Dus dat is ook wel wat gedekt wordt onder dat begrip van spontane emergentie. Iets wat dus alleen in een complex genoeg systeem kan. Ja. En dan is leven niet heel veel meer dan een nieuw aggregatieniveau van complexiteit, dat doordat er spontaan een aantal moleculen aan elkaar zijn komen te kleven, die zelf van anderen kunnen onderscheiden, waardoor ze ook minder snel uit elkaar vallen. Dat is het evolutionaire voordeel ervan. Ja. Als je van anderen kunt onderscheiden, val je minder snel uit elkaar dan een groot molecuul wat dat niet kan. Ja, ik begrijp dat er inderdaad een gradueel ontwikkeling is, mm. naar een notie van het zelf toe. Ja. Dat niet van het ene moment op het andere gebeurt. Vergelijkend met het koken van water. Nou, ergens op een gegeven moment kookt het water, maar je kan niet een punt aanwijzen, eerst kookt het niet en dan wel. Behalve misschien in je eigen mind, wanneer je zegt, oh, nu kookt het. Maar dat zit niet in het water zelf. Maar bij mij blijft reizen nog steeds de vraag, waar komt die zelfnotie dan vandaan? En een antwoord wat je dan ook gaf, is dat het een evolutionair voordeel heeft, om een notie van zelf te hebben, want dan val je minder snel uit elkaar. Ja. En dat is een teleologische uitleg van waarom die zelfnotie er is. Logisch? Nou, het is er
Het argument wat je lijkt te geven is om te zeggen dat het er is omdat het voordelig is voor die klomp moleculen om zo te zijn. Functionalistisch, maar of het dan ook teleologisch is, weet ik niet. Nou, wat je zou kunnen zeggen is, om het op misschien net op een andere manier te verwoorden, is dat je zegt, nou, in die miljoenen jaren mutatie en spontane variatie. Teleologisch, ja, dat klopt wel, maar dan op de manier waarop Bergson dat bedoelde. Dus omgekeerde teleologie. Niet dat er van tevoren al een soort eindstaat gedefinieerd was. Die is namelijk nooit bekend. Ja, precies. Precies. Maar ik zit er nog steeds mee dat ik niet mijn hoofd eromheen kan rappen, laat ik het zo zeggen. Dat er vanuit een notie, vanuit er geen notie van zelf een notie van zelf ontstaat. En dat is misschien een vraag die puur theoretisch is, want ooit is het ontstaan. Of misschien kun je het oplossen door een panpsychistisch argument te geven waarbij je zegt de notie van zelf zit in de aarde of in het universum of whatever. En wij zijn maar geconcentreerde klompen van zelfnotie. Maar vind je misschien ook leuk om eens na te gaan. Dat is uiteindelijk de oplossing die David Bohm, de kwantumfysicus, aan het proberen was om die wat lelijke oplossing van de meer werelden. Dus het idee dat iedere nanoseconde er twee opties zijn. En om dus dat probleem van dat iets zowel iets is als niets is, om dat op te lossen, wat is dan een meerwereldentheorie. Duizenden universa die naast elkaar steeds weer ontstaan op basis van alle variatie die er dan mogelijk is. Daar is natuurlijk een beetje een conceptueel monster, alhoewel ik ook tot de beelding spreek. En David Bohm die zag dat niet zitten, dus die heeft op een gegeven moment een oplossing die panpsychisch is, daarvoor in de plaats gezet. Hij was daartoe geïnspireerd door Louis de Bruy, Zwitserse natuurkundige, en de Bruy die zag deze oplossing als een mogelijkheid, maar toen dacht hij, ja, maar dit is zo'n absurde conclusie die ik dan moet trekken, de panpsychische conclusie, dat hij die optie verlaten heeft en aan een andere optie is gaan zitten rekenen. En David Bohm, die eigenlijk zijn hele leven lang toch wel een reductionistisch, deterministische optiek binnen de natuurkunde erop nahield. Terwijl hij wel heel erg geïnteresseerd was ook in Oosterse filosofie. We hadden een hele goede vriendschap met Krishnamurti onder andere. Indiaanse maar die notabene een hele tijd hier in Nederland in Ommen heeft gezeten. Ja. Dus David Bohm, ik geloof dat in een jaar of 3 of 4 voor zijn overlijden was, die dacht ik ga toch eens kijken naar die alternatieve oplossing van de Bruy. En zijn laatste papers, die pas na zijn dood zijn verschenen, in de jaren 90, die gaan daarover. Dus het is interessant om eens te lezen hoe die daar nou... Ja, over... inderdaad. En hoe... want de Bruy zelf is weggegaan van die oplossing van het panpsychisme, vond toch geen goede oplossing. Nou, hij vond de conclusie die hij moest trekken te absurd. Dat in elk deeltje enige intelligentie en zelfbewustzijn aanwezig zou zijn. Ik had panpsychisme begrepen dat de intelligentie of het bewustzijn die wij ervaren, of misschien niet die wij ervaren, maar het bewustzijn een eigenschap is van het gehele bestaan en niet per se besloten ligt in elk deeltje. Of zijn dat twee conclusies die je samen moet trekken? Ja, ik weet niet hoe de Bruy dat precies voor ogen had. Hij heeft het dus niet afgemaakt. Het heeft te maken met die hele probabiliteitstheorie. Dat aandelende kant van de mechanica. Dus ik zit hier voor een 99,999 enzovoorts kans hier en nu. Maar voor 0,0000 enzovoorts 1. Procent kans zit ik in alle andere dingen. En dat is dus eigenlijk de reden waarom, tenminste als je dat panpsychische theorie zou volgen. Nou, dat is dus een nogal
radicale conclusie waar de Bruin niet aan wilde, maar die Boom wel heeft proberen uit te werken. En weet je, weet je ook waarom de Boom daar wel voor gekozen heeft om dat toch te gaan uitwerken? Ja, het zou kunnen dat hij toch ergens ook door het Oosterse denken geïnspireerd is geweest. En zijn gesprekken met hem. Het kan ook zijn dat hij heeft gedacht van, we moeten weg van dat mechanisme determinisme. Want dit is eigenlijk een elegante oplossing. Gewoon vanuit de natuurlijke zelf gedacht. Ik weet het eigenlijk niet, maar wat je misschien eens zou kunnen doen. Er is ergens op YouTube een fragment te vinden. Dit is een televisieinterview uit eind jaren 70 met Krishnamurti, Rupert Sheldrake met zijn morfische resonantiedingen en zo. Een psychiater en dan ook nog David Bohm. Ik geloof dat het iets van een uur of zo. Ik vond het zelf een heel interessant document om te kijken, maar ik heb het nooit helemaal afgekeken. Dus ik weet de clue dus nog niet, maar deze kant uit. Krishnamurti, Bohm, Sheldrake, ja. Ja, ik heb er vanzelf op uit, dus nou. Oké. Interessant. Ja, er zijn hele abstracte kwesties die interessant zijn om over na te denken. En het is ook een lijn van denken die ik eigenlijk niet gewend ben, maar waar ik wel heel interessant vind om over op verder te gaan. Na het schrijven van deze magnum opus van jou, welke vragen heb je beantwoord en welke vragen zijn nog over? ik weet niet helemaal goed hoe ik begonnen ben met het schrijven van dit boek. Ik weet zelfs niet of ik van een vraag uit ben gegaan. Maar laat ik zeggen dat ik voor mij wel veel duidelijker voor ogen heb gekregen wat nou de consequentie is van dat hele denken over de wereld als een verzameling van dingen. Hè, dus wat er dan buiten het gezichtsveld valt. Daarnaast is dit ergens ook wel mijn afscheid van de postmoderne taalfilosofie. Dus ik merk dat ik er niet meer toe bereid ben om te zeggen dat je gevangen zit in taal en daarmee nooit naar iets buitentalig zou kunnen verwijzen. Dus Allade, wat vroeger gebeurde. Ja. Terwijl ik Derrida nog steeds hoog heb zitten. Maar, dus ik zelf wil niet meer alleen maar in die worsteling met het concept en de relatie tussen beeld en werkelijkheid gevangen blijven zitten. Dus dat is een dichotomie die ik in ieder geval door meer me in te lezen in procesdenken of laten we het dan dus inderdaad filosofisch vitalisme noemen, daardoor door meer over het begrip verandering als zodanig na te gaan denken, of fenomeenverandering moet ik eigenlijk zeggen. Heb ik die stap voorbij de talige wende kunnen zetten. In mijn eigen denken in ieder geval. Dus dat is wel een rijkdom ervan geweest, denk ik. En tegelijkertijd heb ik ook wel aan het boek een heel goed excuus gehad om mij echt goed te verdiepen in theoretische natuurkunde, goed te verdiepen in ook de geschiedenis van de moderne levenswetenschappen. En ook goed te verdiepen in achtergrond en geschiedenis van de neurowetenschappen. Dat vind ik wel een rijkdom en dat heb ik geschreven van die. Maar wat er dan nog open blijft, dat is eigenlijk een stap die ik in dit boek had willen zetten, maar dat zou een vreemde appendix zijn geworden. Ik wil de stap naar de kunsten zetten in een volgende publicatie. Mm. En dat over tijd en veranderlijkheid denk, nu heb ik het dan gedaan in directe relatie naar wetenschap. Ik zou het in een volgende publicatie ook wel eens interessant vinden, al is het een kleine publicatie, om van daaruit ook de brug naar de kunsten te leggen, zoals ik dat nu in mijn carrière ook heb. Interessant. Waar ik zelf... Je zei net iets wat me triggerde. Je bent voorbij de talige wending gegaan van het postmoderne denken. Mm-hmm. En in het postmodernisme was het volgens mij zodat je op een gegeven moment vast zat in je eigen denkstructuren, je eigen taal. En dat het heel moeilijk is om vanuit daar iets te zeggen over andere taal spelen. En daarmee ook iets over de werkelijkheid te zeggen. En dan beland je in een soort van ultra-relativistische denkhouding, zienswijze.
En daar ben je overheen gegaan. En je eigen denken noemde je het. En dat vind ik interessant, want dit is altijd waar ik mee zit. Ik denk dat de kritieken die je levert op dat mechanistische wereldbeeld en hoe de wetenschap daarmee omgaat, ik denk dat die terecht zijn. Ik heb dezelfde intuïties als jij en meer en Pieter bijvoorbeeld ook heb. Maar natuurkundig, kijk, wij zitten in de boeken, wij zitten in de taal. Natuurkundigen zitten in de wereld, biologen zitten in de wereld, of ja, zitten ze in de wereld of zitten ze in laboratoria. In ieder geval zijn zij dingen in de wereld aan het aanpakken. Ze hebben dingen zoals CERN, ze hebben allerlei meetapparatuur. En waarom wat jij zei voor mij triggerend was omdat je zei, ik ben er voorbij gegaan in mijn eigen denken. Wat mij lijkt te vertellen dat wij als filosofen vooral bezig zijn met ons eigen denken en ons zelf te overtuigen van het een of het ander. En niet om te zeggen dat dat een triviale werkzaamheid is, maar een natuurkundige of een bioloog die moet de wereld overtuigen. En daarmee bedoel ik dus de werkelijkheid overtuigen van een theorie die heeft door het zo te manipuleren of het te kunnen voorspellen. Ja, maar dat is volgens mij een typisch Nederlands filosofie. Als er ook maar wat dan ook in Frankrijk aan de hand is, dan wordt er op het nieuws een filosoof bijgehaald om daar actief iets mee te doen, om dat te duiden, om daar zijn ideeën over te geven. En dat wordt ook belangrijk gevonden en serieus genomen. Ik bedoel, nou, ik kan mij niet heugen dat er op een gegeven moment, weet ik het, bij het uitbreken van de Irak-crisis ineens een metafysicus het NOS-journaal in werk te slepen, of überhaupt een filosoof. He, dus je ziet wel dat het vakgebied de laatste jaren wat meer naar buiten aan het treden is. Maar de Nederlandse filosofie is eigenlijk nog steeds wel heel erg besmet door de Nederlandse identiteit. En dat is dat je afsplitsing op afsplitsing hebt en dat het verder één grote kerkenstrijd tussen verschillende kerken. daar zijn we wel een beetje aan voorbij aan het groeien, maar ik denk dat er een heleboel landen in de wereld en ook een heleboel filosofische tradities zijn waarbij de filosofie juist buiten die eigen kader stapt om op een actieve manier midden in die samenleving iets te doen. Ja, daar heb je denk ik ook gelijk in. Alleen wat ik denk probeer te zeggen is dat wij zijn vooral bezig met het denken van anderen en de taal van anderen. Mm-hmm. Dus hoe ga je als filosoof inderdaad voorbij al aan die talige wending als je vooral bezig bent met taal? Ja. Wat denken is? Denken is talig, zou ik zeggen. Hoe ga je als filosoof voorbij aan de talige wending? Dat is dus het hele eierenreken met het probleem van de taal. Nou, De enige manier die ik daarin zie is dat taal is in zichzelf natuurlijk ook een organisch iets. Dus het groeit, het krijgt gestalte. Je moet alleen af van het idee dat taal louter in een soort van teken betekende. Dus eigenlijk moeten we het schema van de saussure verlaten om ook andere aspecten van die taal te kunnen zien. En wat is het schema van de saussure? Ja, je weet, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe het in elkaar staat, maar je hebt zoiets als signifier en signifiant. Ja. Betekenaar en betekende. Maar ja, die maken dan op een gegeven moment het teken op. Maar dat vooronderstelt zoiets als, nou ja, dan heb je het woord tafel en dat verwijst naar een tafel in de werkelijkheid. Nou ja, dat betekent natuurlijk al sinds de latere Wittgenstein dat een beetje een problematische positie is om in te nemen. Waarom? Nou ja, Wittgenstein, de tweede dus, hè, dus die datawerk van de persoon. Daarin toont hij uiteindelijk dat taal helemaal niet uit atomen bestaat, atomistische woorden die naar dingen in de werkelijkheid verwijzen, maar dat betekenis door gebruik en functie wordt gegenereerd. Ja, het is misschien inderdaad goed om te benoemen dat Wittgenstein in zijn eerdere werk een veel statischer idee van taal had. Dus, en ook ervoor pleitte dat we de ambiguïteit uit taal halen. En in zijn latere werk veel meer een beschrijvende benadering van hoe taal werkt
misschien zelfs in zijn procesmatigheid. Dus dat te maken met taalspelen en dergelijke, wat je het noemde. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat, maar dat is, laten we zeggen, die wende, dat is al een voorbode van, laten we zeggen, de postmoderne wende in de taal. Dus waarbij er dan uiteindelijk gezegd wordt van, ja, die taal die kan nooit naar iets buiten zichzelf verwijzen. En dan, kijk, Derrida blijft er altijd, iedereen die hem een beetje kent, zal dit ook wel beamen, die blijft er uiteraard cryptisch over. Maar die zei ooit eens een keer in een interview met hem, hij heeft het nooit op die manier gepubliceerd, zijn bekende frase is, il n'y a pas de langue. Dus er is niks door tekst. Er is niets buiten de tekst. Er is niets buiten de tekst, ja. Kun je dat kort even uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Nou. Want als je het op zo'n meest basale betekenis pakt. Dat de taal een volledig zelfreferentieel systeem was. Dat uiteindelijk niet over zichzelf heen kon grijpen, zoiets. Dus dat de taal eigenlijk het raster is. Dat wij erven en waardoor wij de werkelijkheid ervaren, zien, duiden enzovoorts. Dus alle conclusies die wij trekken zijn gepredestineerd door de vorm van de taal in plaats van dat het een instrument is dat wij zouden kunnen gebruiken. Ja. En dan, dus kort samengevat, is het probleem dat dat met zich meebrengt, of de conclusie dan, il n'y a pas de tekst, er is niks buiten de tekst. En dat lijkt dus zo'n zwaar reductionisme te zijn, dat Derrida zelfs alles wat niet tekst was, ontkende. Dus hij ontkende het bestaan van deze microfoon, het bestaan van deze laptop waar we nu mee aan het praten zijn. Ik die ermee te ontkennen. En toen heeft hij op een gegeven moment, was er een interviewer die hem dat voor de zoveelste keer vroeg van, bestaat er dan niks echt, meneer Derrida? En toen antwoordde hij, ja, natuurlijk wel, maar niet binnen de tekst. Maar dat is zo'n evidentie. Ik bedoel, er is niets buiten de tekst wat niet buiten de tekst is. Ja, precies, of wat buiten de tekst is. Dus dat is het enige wat de goede man ermee bedoelde. Nou, dan zijn we meteen af van onze postmoderne kaart, wat volgens mij. Ja. Het postmodernisme komt ook steeds. Heb je nog tijd trouwens, Laurens? Ja, ik heb nog wel 5 minuten. Oké, nou dan kunnen we denk ik het beste afsluiten, want ik vroeg me nog wel af hoe het postmodernisme komt steeds meer op in tegenspraak, of in opspraak, het wordt steeds meer benoemd door bijvoorbeeld Sid Lucas, die vindt het bron van het relativisme van het Westen, Jordan Peterson heeft het vaker over, dus ik was benieuwd om het daarover te hebben, maar misschien kunnen we dat bewaren voor een volgend gesprek. Ik vind het leuk om daar een podcast aan te wijden. Kunnen we iets dieper op een paar dingen ingaan. Want je kent misschien de naam Van Peursen. Was prof aan de UvA in Amsterdam tot de jaren 80 zo'n beetje. Nee. Die is op een gegeven moment een boek geschreven, dus eind jaren 80 dus al, voorbij het postmodernisme. Ja. Het is een toptitel. En een andere vriend van mij, Jan Beur, die ik al eerder noemde, die heeft niet eens zo lang geleden, een paar weken terug of zo, een boek uitgegeven dat heet Modern Modern. En dat is eigenlijk ook een kritiek op het postmodernisme. Okay. Wij zijn echt, het postmodernisme schafte alles uit, alles af. Het einde van de geschiedenis, het einde van, nou ja, noem het op allemaal. En uiteindelijk hebben we het einde van het postmodernisme toch wel echt gezien. Want het postmodernisme houdt toch volgens mij een beetje op zo begin 2000. We zijn er al voorbij. En waarom houdt het op begin 2000? Nou ja, dus het implodeert dan. Er zijn geen nieuwe postmoderne denkers meer. Ah. Tenminste, ik ken er geen die zichzelf als postmodernist betitelen in deze tijd. Ja, op die manier. Oké, ja, ik begrijp het. Maar wat daarvoor in de plaats is gekomen, kan ik nog niet zo makkelijk duiden. Maar dat heeft onder andere te maken, daar hebben we het nou ook nog niet over gehad. Object-oriented ontology en design. Ja. Maar dat vind ik heel leuk om ook eens een keer over te babbelen. Ja. Ook in relatie tot het werk van, en ik weet nooit hoe die nou heet, Joshua Simon of Simon Joshua. Het boek heet New Materialism en ik vind het zelf wel een gouden publicatie. Dus, ja, en zo, dan gaan we dat sowieso nog een keer doen. En hartstikke bedankt voor je tijd en het uitleg. Ik vond het een heel mooi gesprek. En laten we het zeker nog een keer gaan doen. Leuk, ja zeker. Yes, fijne dag.